Mijn naam is Antonij, niet Anthony, niet Anton en al helemaal niet Tom. De enige die mij Tony mag noemen is mijn moeder en ik haat haar als ze dat doet. Ik haat haar sowieso, een beetje, niet echt. Ik overdrijf om een punt te maken. U moet niet gaan denken dat ik echt een hekel aan haar heb. Maar het is wel zo dat mijn moeder mij vaak onhandelbaar vindt. Een kwestie van de pot die de ketel zwart noemt, want ze is zelf onmogelijk om mee om te gaan. Ze bemoeit zich overal mee, en alleen als ik me in mijn kamer opsluit, kan ik haar een beetje op afstand houden. Ik wil dat ze me met rust laat. Dat doet ze niet, heeft ze nooit gedaan en zal ze waarschijnlijk ook nooit doen. Dus zolang we met elkaar in één huis wonen, is het belangrijk om manieren te vinden om ons zo min mogelijk met elkaar te bemoeien. Mijn naam is geen modieus gedoe, want ik ben genoemd naar mijn grootvader en die weer naar de zijne. Nu moet ik wel zeggen dat de naam Antonij vroeger werd uitgesproken als Antonie en die van mij wordt uitgesproken als Antonij, wat volgens mijn stiefvader een beetje aanstellerig is, maar dat kan me verder niks schelen. Ik ben misschien wel de laatste Antonij in onze familie, want ik vertel het meteen maar... Ik zal geen kinderen krijgen, omdat ik queer ben. Ik weet dat al heel lang, maar tot voor kort wist eigenlijk alleen mijn moeder het, omdat ze het een keer geraden had, en toen ontkende ik het niet. Mijn moeder zegt dat ik te jong ben om het zeker te weten. En dat ik twijfel over mijn geaardheid. Door wat er gebeurd is in mijn kindertijd. Maar dat is flabbekul. Ze denkt dat ik een dun plakje klei ben. Dat als iemand met zijn duim in mijn voorkant een holletje drukt. er aan mijn achterkant een bult ontstaat. Maar ik ben meer een klomp klei. Iedereen drukt er ongevraagd zijn duim in. Maar zodra ze me met rust laten. kleed ik mezelf in het mooie vaasje dat ik eigenlijk ben. Of als u dat verwaand vindt. In de nederige asbak die ik ben, dat ik op mannen val, kan ik het best nu meteen vertellen, want u komt er toch wel achter. En als u daar niet tegen kunt, omdat u niet zo ruim denkend bent, dan is het misschien beter dat u niet verder leest. Dan vraagt u maar aan iemand anders wat er gebeurde op zaterdag 27 juli.